Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is CT5LS Petit Varmoor. Dit is Wim en dit is de Volkswagen waar wij vandaag mee gaan rijden. Al een paar keer voorbij gekomen, maar dit is een nieuwe versie die is gemaakt door Shairon en Rowan van ERS Modding. En hij is echt super vet. Keurig interieur. Het is de Passat. Hij is van team verkeer eigenlijk. We rijden er een paar ronden in Nederland en voor de mensen die het nog niet hebben gehoord in mijn vorige video's. Je hebt natuurlijk de Volvo V70 die we allemaal wel kennen en uiteraard de Audi A6 die we ook allemaal kennen. Maar doordat er meerdere Volvo's niet meer voldeden aan bepaalde voorwaarden, moesten die uit dienst. Maar de Audi's konden nog niet geleverd worden en toen zijn er verschillende Volkswagens van deze variant besteld. Dus ja, daar rijden er een paar van rond, voornamelijk in Amsterdam geloof ik. Nagegarandeerd ook nog ergens anders in Nederland. Deze is te krijgen op de Discord van ERS Modding, linkje daarvan in de beschrijving. En hij komt geloof ik in een pack met deze, een onopvallende, waar geloof ik ook een dakkoffer in zit. Alsof je gaat skiën, maar die rijden het echt ook rond, weet ik. En zelfs nog eentje van de dienst speciale interventies. Dus Discord van ERS Modding. En er zijn mensen die zeggen, ja maar dit is een wijkagentwagen. Nee, dat is het niet. Je hebt een Golf variant en dat is dus die lijkt best wel hierop, maar die rijdt als wijkagentwagen rond. Any unit in the Vespucci area, we have a high ranking game member in transit on Bay City Avenue. We hebben de ALPR aangezet, oftewel de ANPR, en dat is automatic number plate recognizer recognition reader, hoe je dat wilt noemen. En wat hij doet is elk kenteken scannen wat in de omgeving rondrijdt, langsrijdt. En als er iets, je hoort het al, iets fout is met dat voertuig, dan zetten we die even aan de kant en dan krijgen we ook een beeld wat er fout is. En dat is die blauwe. En die heeft een verlopen registratie van het voertuig. En dan mag dat voertuig niet verder rijden geloof ik. Ik weet eigenlijk niet precies hoe het zit. Als hij sowieso niet geregistreerd staat, wordt hij geloof ik zelfs in beslag genomen. Maar verlopen, ja, dat komt geloof ik nauwelijks voor in Nederland. Maar ik weet het echt niet. Goedemiddag meneer. Hey. Het is voor mijn rijbewijs. Dank u Fred. Nee, Fred, de reden van staanhouding is dat het voertuig niet meer geregistreerd staat. En dat is niet zo mooi. Hij zegt, ja, het is maar een paar dagen. Waarom doe je niet even rustig hier? Nou, voor zover ik weet, als dit soort zaken voorkomen, dan krijg je van tevoren meerdere brieven om tijdig dit te kunnen verlengen. Dus hij is wel even rustig, pannenkoek. Even kijken. Ja, no registration is het eigenlijk, hè, geloof ik. Expired insurance staat hier. Misschien staat er nog expired registration. Expired license. Ja, dan is het dus eigenlijk gewoon geen registratie. Hij staat niet geregistreerd bij ons. Dus hij mag daar blijkbaar wel mee verder rijden, maar ik... ja... Ik weet de regelingen natuurlijk ook niet, ik ben geen agent. Dus als ik even hardop denk, dan is het geloof ik dat je ook iets met de APK en zo, dan je mag nu doorrijden, maar je moet binnen zoveel dagen aantonen dat het geregeld is, anders wordt hij alsnog in beslag genomen. Ik weet niet precies. Voor nu krijgt hij daar in ieder geval wel een bekeuring voor, omdat ik vind dat hij niet zo'n grote smoel tegen mij op had moeten zetten. Is dat professioneel? Nee, zeker niet. Maar hij had ook gewoon tijdig kunnen verlengen van het van de registratie. De groeten. Maar de snelweg even op. Iedereen aan de kant zetten. We gaan ook een beetje
We have a disturbance in the humane lab facility. Kijken wat, wat voor een zaken het betreft als de ANPR afgaat. Het komt er nu met, kijk als er iets heftigers is van gezocht voor moord of zo, ja, dan gaan we eruit gaan met de volle snelheid achteraan. Maar als er iets kleins is, wederom een verlopen registratie of zo, ja, dan ga ik ze niet elke keer voor die zaak aan de kant zetten. Dat is wel gaan doen. Dus zo meteen even meten. Hij staat op kilometer per uur, dus niet meer miles per hour, dus we hanteren ook gewoon een snelheid van 120, nee 100 trouwens, hij 100 aan op de snelweg als we daar zo meteen oprijden. Als iemand te hard zou rijden dan, kijk hier 9, ja dat is dus kilometer per uur, maar ik denk dat hij miles per hour nog hanteert, maar kijk die motor bijvoorbeeld gaan. 102 103 We've got a serious MVA on Vespucci Boulevard. Units respond code 3. 301 melding. Van een ernstig ongeval blijkbaar. Maar niet op de snelweg draaien, dat is onrealistisch. Het is niet op de snelweg gebeurd, dat betekent niet dat we er niet mee naartoe kunnen gaan. Hè. Parkeerongeluk zijn of hier ligt iemand, hè, een hond. Oh hier voor mij. Dus wat is er met je busje, joh, gekkie? Ze kunnen er rechts langs, dus we zetten de vent of zo neer en dan zetten we hem of zo, ja. Wat heb ik in mijn handen? Ik heb foto's en bedankt meneer. Een hond aangereden. Hallo. Hoi. Goedemorgen. Kun je me vertellen wat is gebeurd? Deze hond rende ineens de straat op. Ik had geen kans om te reageren. Sorry. Ik ben nog steeds een beetje in shock, ja snap ik. Heb je zelf een ambulance nodig? Nee, dank je. Ja, ik ga even kijken. Ja, dat is een flinke klapperd geweest hoor. Die hond heeft er niet overleefd. Arme hond. Oh, hij crasht. Ik wil nog hier even een foto van die hond maken. We gaan even een report opstellen van dit incident. Oftewel, dat kan niet meer, maar normaal zouden we in het voertuig moeten gaan zitten, een report opstellen. Die beste heer dit ook geven voor de verzekering, geloof ik. Maar hij moet dat zelf invullen, normaal gesproken hoor, daar niet van. Ik zou hem wel, ja, een boom. Aanrijding is blazen, geloof ik. Hè. Boom is blazen, dus dat zou ik hem ook nog even laten doen. En gezien de schade van mijn voertuig, schat ik wel in dat hij nog verder had kunnen rijden. Dus wat we nu gaan doen, we gaan terug naar het voertuig. Ik zet hem even aan de kant.
En dan gaat hier alles weer door als het goed is en dan start ik de mod even opnieuw op. Oftewel LSPD van. Tot zo. Heel officieel mag je hier dus niet invoegen via deze weg. Ja. Want het is een doorgetrokken streep. Zo, die rijdt snel. 103, maar ja, dat is veel harder. Ik denk dat het toch, dat we toch moeten zien als 103 miles per hour. En dat is te hard. En hij rijdt nog steeds te hard eigenlijk. Of is het snelst gemeten naar 94? Nee. Ja. Even de ALPR weer uit. 103 mph. Dat is 165, ja, dat is wel degelijk te hard. Nogmaals, ik blijf erbij. Ik denk dat we miles per hour moeten gaan aanhouden. Tot alleen het woord is veranderd. Nee, wacht, ik ben de verkeerde aan de kant aan het zetten. Dat is een plaktoets, dat wil ik niet. Aan de kant. Zo, zet hem hier even aan de kant. Hallo mevrouw. Hi. Toch? Ja. Reden van de staanhouding. Als ik allereerst het rijbewijs mag, dan zeg ik u dat u reed te hard. En wel een stuk te hard, 65 km per uur. En het rijbewijs is al ingevorderd, zie ik. En dat had ik anders alsnog gedaan, dus dat is niet zo mooi. Dat is wat dan gaat gebeuren, dat weet ik eigenlijk niet. Je rijdt op een ingevorderd rijbewijs en je rijdt veel te hard, waardoor het rijbewijs al zou zijn ingevorderd. Dus dat gaat niet mee, niet goed meetellen met jouw ingevorderd rijbewijs, welke straf je daar ook voor zou krijgen. Of vooral de lengte, hoe lang dat bij iemand zou zijn. Want dat is normaal gesproken 3 maanden, maar ik geloof dat aan de hand van de snelheid en rijgedrag de officier van justitie dat bepaalt. Of de rechter, weet ik eigenlijk niet. Ik vraag haar waarom rij je op een ingevorderd rijbewijs. Ze zegt ik volg de wet niet als de wet stom is. Ja, oké. Okay. Weet je. Goed, je krijgt 30 plus te hard speeding en driving on suspended license. En dan is het invorderen voertuig. Blijkbaar. Volgens de mod. Dat is Amerikaanse termen wat wordt aangehouden. Of richtlijnen moet ik zeggen. Maar dat doe ik ook gewoon. Gaat uiteraard wel een correctie af, 65 min 5 of zo denk ik, of 6 km per uur, maar dan zit je alsnog boven de snelheid van invordering en dat is 50 km per uur. Dus als je ooit, niet doen hoor, niet dat ik jullie nu een slimme tip geef, maar als je ooit te hard rijdt en je rijdt 150 waar je 100 mag, dan gaat er nog een meting vanaf, tenzij het een laser is. Maar dan rij je dus eigenlijk daadwerkelijk 160 of 165 of zo op je eigen teller. Maar eigenlijk de kilometerstand dan moet geloof ik nog een... correctie en dat is 5 of 6. En hoe hoger de snelheid, hoe meer de correctie is. Niet dat er ineens dan 20 km per uur correctie is. Maar dat is in kilometers. 1 km, 2 km per uur. Geloof ik. Allemaal van weg met bruikers geleerd, dames en heren. Dan met die aanzetten. En die. We have a traffic alert on Avator Avenue. Je kunt hem veilig draaien, vind ik. Die uit en die uit. En dan van een geëxplodeerd voertuig hier om de hoek. Van de weg af joh, je zit hier gewoon te pissen gek. Nee, heb ik geen tijd voor.
staat er nog een op de weg daar. Heb je een idee dat die auto nog gaat ontploffen? Nee, die is al ontploft. Zijn als eerste te plaatsen, er zit geloof ik geen groen op deze wagens. Oh, er zit niet meteen joh. Dat is niet zo mooi. Ja, doe maar een andere vraag hier. Ambulance, assistance required in Elysian Island. Stedford Sirene, die heb je niet in staan. Fire truck, assistance required in Elysian Island. Blijkbaar heb ik deze sirene er wel in staan. Ja, wat is er voor sirene? Oh, dat is van de crafter. Denk ik, ja. We moeten hier het gebied gaan onderzoeken op sporen. Als ik dat ding op hoef was, had ik het in de water gegooid. Nou goed, weet je, als ik zo snel niet iets vind, dan wordt het hier gewoon een PD. Dan moet het sowieso worden, want er is een geëxplodeerd voertuig met een persoon er nog in. En dan, dan gaat de recherche hier maar uitgebreid onderzoek doen. Nou, ik zie zo snel niet iets opvallends liggen waarvan ik denk van dit klopt niet. We gaan deze zaak... overdragen aan de recherche. En zij gaan hier een verder besluit over nemen, of in ieder geval onderzoek doen over de oorzaak en het gevolg, zoals je ziet. Normaal gesproken sta hier dus heel de dienst bij vast, kan ik je waarschijnlijk wel met 99,9% zeker vertellen. Deze plaats ligt, we waren eerste plaatsen, wij moeten hier alles veiligstellen, recherche komt erbij, niemand mag hier meer bij, pers komt hier op af, noem maar op. Dus dit was normaal gesproken heel lang, daarom laat ik die auto ook gewoon lekker staan, die ga ik niet afslepen. Hun zijn bij deze van de recherche en hun gaan het verder oplossen en er is een noodhulp eenheid ter plaatse gekomen die hier alles... de PD veiliggesteld. Gaan we door. En mijn game stopt ermee, denk ik. Of heeft het even zwaar. Laten we het daarbij houden, zoals jullie zien. Wat we daarmee doen is... end. Misschien stopt de melding dan en stopt het probleem, maar dat lijkt me niet. Dus wat we dan gaan doen is even opnieuw opstarten. Tot zo. We zijn net weer begonnen. Ja, schakelen, dank je. En we krijgen meteen een melding van iemand die er vandoor gaat voor mijn collega's. Of in ieder geval, die er vandoor gaat, misschien tot er nog geen collega's bij in de buurt zijn. Om niet te veel aandacht te trekken, vooral van de verdachte dan, hè? Niet voor een andere weggebruikers, want daar wil je juist de aandacht van als je met spoed rijdt. Maar van de verdachte laten we die schenen zoveel mogelijk uit, tenzij dat echt niet anders kan. Maar op dit moment reageert het verkeer nog goed op mijn zwaarlichten alleen. Officieel ben ik geen voorrangsvoertuig met alleen zwaarlichten, maar ik mag toch hopen dat iedereen begrijpt dat als de politie zijn zwaarlichten aan heeft, en ook ambulance en brandweer en Rijkswaterstaat en noem maar op,
tot er ook daadwerkelijk iets aan de hand is waarvoor ze die zwaarlichten aan hebben. En dat je dus alsnog gewoon netjes aan de kant gaat. Blauw gaat nu helemaal uit. Even kijken of we hier met de autowagen over kunnen. En niet met de voetenwagen. Mocht hem dan zien. Hier loopt iemand. Lijkt niet te verdachten zijn, we kunnen wel vragen. Wie daar meneer heeft toevallig iemand gezien? Oké, okay, dankjewel. Hier voor ons, dit is hem. Gaat het goed? Ja, dat gaat zeker goed. Zouden we het echt kunnen? Ja, ik denk het wel. Laagstaand gras, hier niet meer zo. Hij zei eenmaal achtervolging te voet. Backup required in Pacific Bluff. Ik weet niet waarvoor die er vandoor gaat. Acknowledge. Dus we gaan ons vuurwapen er wel op zetten. Stoppen nu! Police! Stop whatever the hell you're doing! Dat mis ik wel soms. Er staat nu suspect on the run. Dus verdachte gaat er vandoor. Maar waarvoor dat weten we niet. Dus we gaan even stoppen. Lijkt hem niks te doen. LSPD! Don't make me shoot ya! Staan blijven of er kan gericht worden geschoten. Verdachte kwijt. Nog wel even op de minimap wel nu, maar ik zie hem niet meer. Nou, is hij nou zo weer aan het helemaal draaien. Au! En Wim gaat weer onderuit. Nou, nu heeft hij een zieke voorsprong, hoor. Kan hij niet eens rennen. Helicopter, backup needed in Pacific Bluff. This is air support. Suspect is heading north. Backup needed in Pacific Bluff. Zij verdacht even een flinke voorsprong. De Zulu hangt er inmiddels boven. On the way. En Wim heeft zijn dag niet vandaag. Verdachte nog steeds in het zicht. Ren nog steeds alsof het hem allemaal niks doet. En Wim blijft bijna dood. En ik zie niks. En ik zie weer iets. Dit gaat sneller. Hier moet hij ergens zijn. Oh, een doolhof, dat meen je niet. Helemaal daarachter alweer? Wat een gek, joh. Ik heb hem niet uitgemaakt om kwijt te zijn, die Zulu hangt erboven hier. Dispatch, got a clear view from up here. Suspect okay. Heading north. North, dat is deze kant. Nee, dat is daar een toch? Nee, dat is die kant. In het kader van de wet vorder ik dit voertuig. Uitstappen. Godsamme. Ja, ik heb een keuring, maat. Nee, gek, gij natuurlijk. Maar het zou wel... je mag een voertuig of een fiets vorderen. Waar is hij? Rent hij daar? Ik zou hem rennen. Ja, hè, het boefje. Kom hier, boef. Assistance needed in Pacific Bluff. Ja, justum. Daar komen de landelijke eenheden mensen. Dispatch, we got eyes on the target. Moving to engage. Is Wim dood? Nee. Waarom val je? Ja! Pak hem! Hoppakee! What the pow! Vuurwapen erop, ik kan mijn vuurwapen niet trekken. Handjes omhoog. Meewerken. Welke verdachte beweging gaat mijn collega schieten? Oké, lekker gewerkt. Niet zo brutaal, hè. Zo. Nee, ik ben niet allemaal verplicht, maar waarom ga je er vandoor? It makes just a... Nou, oké, okay. Je gaat bij deze wel terug naar de slammer. Hey. Hoi! Ja, dat klopt helemaal. Goed.
Ik ga jullie bedanken voor het kijken, weer een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat er gaat zijn, nog geen idee. Even denken. Nee, nog geen idee. Jullie zien het allemaal. Joe.